Op 19 en 21 januari hebben de lokale voorrondes plaatsgevonden voor het project Video Fires, waarin wordt gezocht naar de beste videoclip van Oost-Nederland. In de twee weken dat gestemd kon worden zijn de video's meer dan 75.000 keer bekeken en zijn er bijna 11.000 stemmen uitgebracht. Video Fires blijkt een ongelooflijk groot succes. En de organisatie is natuurlijk super blij. Ja, super blij. Dat is nogal wat. 11.000 stemmen en 75.000 keer. Ja, dat klopt. In twee weken? Ja. Ze zijn hartstikke gemotiveerd om dit allemaal voor elkaar te krijgen en de beste videoclip te maken. Ja, de motivatie is zeg maar de drijfveer. Ja, de motivatie is de drijfveer. Hoe meer stemmen, des te meer publiek. Je had er een hele mooie quote voor ook, hè? De quote die ik hartstikke mooi vind voor dit project is: alles is realiseerbaar. De kunst is hoe. Inderdaad, de kunst is hoe. De winnaars die gaan het tegen elkaar opnemen in de regionale finale op 3 februari in het Burgerweeshuis in Deventer. Op deze avond zullen de 6 lokale winnaars een showcase geven, waarna een deskundige jury de winnaar van Video Virus 2012 bekend zal maken. Ja, dus alle nummer 1's van Oost-Nederland, die gaan het tegen elkaar opnemen. Het is allemaal heel krap qua stemmen geweest, dus ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Ja, we zijn een female fronted poprock bandje. En ja, we hebben een mix tussen Paramore, Guano Apes en Flyleaf. Het is ja, meer rock dan echt pop. Maar ja, we proberen het toch wel enigszins catchy te houden. Ik zie mezelf al 5 jaar een stuk verder dan dat ik nu ben. Dat ik al aardig wat heb uitgebracht, aardig wat extra shows heb. Misschien nog niet helemaal beroemd, maar dat is ook niet echt wat ik wil of zo. Video Fires wordt georganiseerd door Powered by New Arts. De overkoepelende organisatie die is voortgekomen uit de kunstencentra in de 6 steden. Video Fires is te zien op kanaal 13 TV. Kijk op de websites www.videovirus.nl of www.kanaal13tv voor alle informatie.